Ze hangen aan uw lippen, meneer Lubbers. Ik trouwens ook. Oh, dat doen mijn kleinkinderen ook als ik zo van vroeger vertel. Maar deze mensen gaan later zelf de politiek in. Dan weet ik niet of... U bent de belangrijkste minister-president van de vorige eeuw. Ja, dat bevalt me niet. Ja, hoe wilt u het dan? U zei het zelf, het is geen werkgroep. Dus ik stel voor dat er alleen naar afloop vragen worden gesteld. Ja, maar het zijn jonge, enthousiaste mensen. Geen discussie meer. Dan haalt u die microfoon maar weg. Ja, dan gaat u niet meer naar de pauze. Dat zal alleen maar voor opschudding zorgen. Oh. Nou, als ik zo doe, dan gaan we over op een ander onderwerp. Au.